De organisatie Suriname Samen Sterk, oftewel S3, heeft gisteren 42 kinderen een gezellige dag bezorgd in de Paramaribo Zoo. Alhoewel de kinderen in het begin nog wat stug waren, behoorde dat al gauw tot het verleden. Met behulp van sponsoren werden er spelletjes gespeeld, heerlijk gesmuld, gedanst en gezongen. Oud-staatsoliedirecteur Eddie Jarab gaf een interactieve informatiesessie met als thema Maak je droom werkelijkheid. En mochten de kinderen genieten van enkele verhalen, vertellers en een uitgebreide rondleiding in de zoo. Kurt Sonto Hartono, een der initiatiefnemers van de groep S3, noemde de dag voor de kinderen van Huis Ramadan ook zeer geslaagd. In een sas, wij ook. Organisatie top, alles loopt vlot, iedereen heeft hun taken goed. Het is prettig. Ik zou het een heel geslaagde dag noemen. Concreet, wat is er met de kinderen gedaan vandaag? Ze zijn binnengekomen, we hadden een beetje storytelling, we hadden anansitories. Daarna hadden we een beetje spelletjes met ze gedaan. We gaan zo meteen stoelen dans, voetbal. Ze hadden een rondleiding met de zoo, zo net, wat de dieren inhouden. Heel leuk, dat hebben we gedaan. Straks zijn ze nog in schoolpakketten. We hebben van bedrijven gehad staatsschool en kuldiepsing, tassen, badoeken, pennen, schriften. Ook van persoonlijke donoren. Heel veel spullen gehad. En ik vind het mooi dat iedereen samen inzet voor onze toekomstige generatie. Naast een gezellige dag wordt het schoolgeld van de kinderen betaald. Ze hebben schooltassen met inhoud ontvangen en is aan hen een pakket met levensmiddelen geschonken. Sonto Hartono zegt dat S3 is opgericht om de eenheid onder Surinamers te bevorderen. Suriname Samen Sterk bestaat uit ruim 15 leiders die in hun vrije tijd zich sterk maken voor sociale projecten en binnen hun eigen netwerken op zoek gaan naar sponsoren en donoren. Professionals die eigenlijk in deze precaire situatie proberen of niet proberen, we willen oplossingsgericht denken. We willen ervoor zorgen dat mensen elkaar in deze moeilijke tijd elkaar de hand reiken en samen een vuist vormen om deze situatie tegen te gaan. Wat ons doel is hiermee, waarom we het ook goed promoten op onze Facebook-site, is het doel is dat we mensen willen aanzetten om ook dit voorbeeld te volgen. Want kijk, met een team kan je doen hoeveel je kan, maar als iedereen ook hier aan dit concept werkt, dat we elkaar helpen, dan komen we er wel. Aldus een van de initiatiefnemers van de organisatie Suriname Samen Sterk, Curtis Sonto Hartono. Dit is het tweede evenement van de ondernemers die zijn samengekomen in Suriname Samen Sterk. Het volgende sociale project staat op schema voor de eerste week van december in samenwerking met sportschool BeFit.